Dit weggetje rijden we dus nu al een tijdje. Al een kilometertje of 3. En het moet er nog een kilometertje of veel, weet ik veel. Frederik nog wel een heleboel kilometertjes. Maar dit is een beetje het idee wat wij hadden van af en toe een beetje rustig rijden. Ja, echt wel. Gewoon echt. Dan komen we gewoon bij een huis. En die kerel die vraagt zich af wat wij hier doen. En het gaat echt alleen maar naar het huis toe. Oh, mijn computer valt uit. Wat? Mijn computer viel weg. Dit is het weggetje waar we op zitten. Ik weet niet of je het kan zien. Denk het niet. Hallo zeggen bij de buren. En hallo zeggen bij de buren. Maar, over het ruimte deze meneer. Zouden we natuurlijk kunnen dat het nu beter wordt. Dat zou kunnen. Kijk, hij rijdt het tenminste wat verstandiger materiaal. Kijk, ja, hij heeft zo'n auto. Er staat een hek. Die Citroën die je bedoelt. Ja, maar daar gaan we niet naartoe. Zo, daar gaan we niet naartoe. Ja, de weg gaat naar links. Oh, okay. Ja, maar daar staat dus ook een hek. Bij de weg naar links. Nee. Kut, ja. Wel. Ja, maar dit is een hek. Waarschijnlijk het trein af. Maar ja, maar of niet. Of moeten we terug? Geen idee. Er zit ook een slot op. Ja, er zit een slot op. Ja, jongens, dat is nou een hop trouwens die daar wegloopt. Ja. Oké, Frederik.